Goedemorgen, het is 9:30 en ik zei net al tegen Nies, ga naar het strand, ga naar het strand, ga naar het strand, ga naar het strand, want het is dit weer! Woep woep! Ja, ik denk dat het al een strand wordt. Nies en ik gaan zo meteen Eggs Benedict maken, want je kan dus heel makkelijk Hollandaise saus in de blender maken. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik eerst een video editen, maar dat komt wel goed. Yes, mijn allereerste lauwwarme citroenwater sinds dat ik op reis ging. Ik dronk dit elke dag voordat ik wegging uit Nederland, omdat het gewoon zo'n fijne manier is om je dag te starten. Ik vind het ook echt heel lekker. Normaliter drink ik het altijd met een rietje, want dat is vrij slecht voor je tanden. Ik heb gevoelige tanden en ze worden echt gevoeliger als ik dit zonder rietje drink. Dat heb ik vandaag even niet, maar ik zal het van de week wel even kopen. Zo lekker. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er rust echt een vloek op mijn presentatietips video. Ik heb hem voor de derde keer opgenomen. Het geluid is nog steeds een beetje hol, maar moet je kijken. Op een gegeven moment dan echt de issues van een YouTuber hoor. Kijk, hij is helemaal scherp, scherp, la 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 la, la 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 la. En vervolgens gaat hij out of focus. Echt waar, hoe kan dit? Dit gebeurt bij, ik heb zoveel video's met die camera opgenomen en het gebeurt niet. En net nu gebeurt het wel. Ik bedoel, ik sta voor een witte muur. Hoe moeilijk is het om te focussen? Ik ga hem nog een keer opnemen, maar dat gaat niet vandaag gebeuren. I just can't. Ik ben even helemaal klaar met die video. Er komt vandaag sowieso een vlog online, dus die kunnen jullie alvast kijken. Ik ga morgenochtend opnieuw opnemen en dan editen en dan komt hij morgen om 12 uur online. Sorry, echt. Ik heb zo hard mijn best gedaan. Je hebt gezien, ik heb gisteravond om 11 uur nog steeds zitten filmen en hij is gewoon blurry. En ik kan nu gewoon even, I just can't. Het is gewoon, no. Oké, we hebben alles behalve perfect gepocheerde eitjes. Eentje zelfs gewoon stuk gegaan. Maar we hebben wel de perfecte Hollandaise saus. Boom! Ik eet trouwens geen broodje erbij, want ik ben weer op de clean tour en dan eet ik geen brood. Nies heeft rozijnen muffins gebruikt. Ziet er goed uit, man. Dank je. Lijkt bijna echt. Nies en ik zijn onderweg naar het strand en de metro. En dit vind ik dus zo vet van Hongkong. Je ziet hier echt heel veel mensen die aparte dingen dragen. Aan de ene kant zie je een meisje helemaal color coordinated in het roze. Vet schattig, geeft ze een wit blouseje op. En aan de andere kant zie je een vrouw met super stoere schoenen en je kan haar tas heel slecht zien. In het midden hier van deze drie tassen. Super brute tas. Er zitten ook oogjes op. Nou, deze gaat net even omdraaien omdat ze me waarschijnlijk hoort praten. Maar ik kijk hier echt mijn ogen uit wat betreft fashion. We zijn op het strand. Super chill. Het weer ziet er niet heel geweldig uit. De zon schijnt niet per se heel fel, maar het is wel gewoon 30 graden. En wie herkent deze locatie van een video van vorig jaar? Good memories. Ik ben nu ook een stuk relaxter. Hoi Nies. Mag ik je filmen? Ja hoor. Oh. Hoi. Hoi Nies. Ik ben heel moe, dus het is stukkie tijd. Super mooie zandkastelen.
En dit zijn geen professionals. Heel cool. Niche en ik voelden een paar druppeltjes en zijn eigenlijk meteen naar de bus gerend. Komt helemaal goed uit, want het is nu keihard aan het regenen. Wow, Niche en ik zijn bij een mall. En die is echt bijna identiek aan de mall in Shenzhen. Gekke huis. En dit is gewoon 4 haltes van zijn huis vandaan. Als je in Hongkong bent, nog een goede plek om te shoppen. Gekke huis, kijk hoe druk het is. Oké, het is een zaterdag, laten we eerlijk zijn, maar... Wow. OMG Niche. What up? Realiseer je welke dag het is vandaag? Zaterdag? Het is vandaag precies dag 21 van de dagelijkse vlog. We zijn samen begonnen. Ja, yeah, that's true. Dus dit is de laatste dag. Met de wekelijkse vlogs, ja. Van de dagelijkse vlogs. Ik serieus, dit is geen grap. Ik realiseer het me gewoon net. En nu? Nu moeten we een afscheidsshow doen of zo. Weet niet, laten we er maar een... We gaan erover nadenken. We gaan een goede afsluitende maaltijd eten. Dat sowieso. Die vlogwaardig is. Let's do it. Yes. Niche, vertel, wat heb je besteld? Beef and veggies. Dat is gewoon bij zo'n Yoshinoya, zo'n Japanse toko. Oh, Oké. En dan nog miso soep erbij. Ja. Ik heb nog geen eten, omdat ik echt clean wil eten. Geen rijst, geen noedels. Mijn maag is ook weer helemaal van streek. Mijn darmen. Maar ik heb net een appel gegeten. En weet je, ik heb geen honger. Ik wacht wel even rustig en ga zo meteen wel op zoek. Check dit uitzicht. Gekke huis, hè? Ziet er wel echt super vet uit. Oh my goodness, kijk al deze ijsjes. Stefan zou echt helemaal gek worden. Kijk daar, Bailey's cotton candy. Chocolate dip met organic cotton candy met zuiverspin. Maria biscuitjes met karamel. Wauw. Super aparte ijsjes. Ik moet hier terug naar mijn YOLO-dag. Wat? Kijk, Nies en ijsje. Bovenop zit suikerspin met wat cacaopoeder en karamelpopcorn, soft ijs, karamelpopcorn, nog meer karamelsaus. OM freaking G. Wauw. Oké, ik heb echt mijn best gedaan. Het is dit geworden. Turnip, dat is een soort groente. Er zit wel een soort van kruimellaagje omheen, maar ja, whatever, ik heb mijn best gedaan. En siomai, de garnalenversie. Oh my god, minis. Moet je kijken. Gewoon la mer. En 140 is, even uit mijn hoofd, 80 is 10 euro. Dus het zal wel 15 euro zijn of zo. Kijk dan. Wat is dit? Dit is gewoon la mer crème. Wauw. Estee Lauder. Dit is minder dan 10 euro voor zo'n testetje. Hier, MAC. Dit is gewoon een full size. Minder dan 10 euro. Dior. Wat is dit? Blusher iets. Ja, dit is volgens mij een blusher stick. Iets meer dan 10 euro. Zou dit nep zijn? Het ziet er wel echt verdomd echt uit. Oh wauw, check dit. Dior mini paletjes. Wauw. Dior Addict lipgloss. Minder dan 10 euro. Mini lipstickjes. Dit is gewoon een full size lipstick. Bijna full size. Hij is niet helemaal full size. Dit zijn mini... Oh my god. Moet je kijken. So cute. Wauw. Estee Lauder foundations. Super vet. Oké, ik heb hier iets geks voor je. Je denkt, ah, schattig, Peppa de Big, yay. En dan krijg je dit. Ben je klaar voor? Wat is dit? Dit is toch niet verantwoord? Waarom heeft hij zo'n olifantenbroekje aan? Wauw. Dude, het moment is daar. Ik heb gisteravond geprobeerd een afsluiting... vlog ding te filmen, maar ik vond hem eigenlijk niet genoeg. Want waar ik eigenlijk mee wil beginnen is, dankjewel voor 21 fantastische dagen. En ik heb
mijn reis zoveel intenser beleefd door alles te filmen en elke keer jullie in mijn gedachten te hebben op het moment dat ik leuke dingen meemaakte. We begonnen in het fantastische Jiujiaigou Park. OMG. Hier zat ik dus op te wachten. 5 color pond. 3, 2, 1. Oh, I'm so happy you brought him. Ik was bijna vergeten om doei te zeggen tegen Panda. Yeah. Oh, okay. Dan zou ik echt keihard balen gewoon. Vervolgens sliepen we samen op het vliegveld. Ik heb ondertussen ook mijn gezicht schoongemaakt, mijn tanden gepoetst, crème gesmeerd. En ik ben eigenlijk wel helemaal klaar om hier lekker te gaan slapen. Kwamen we aan in Hongkong, wachten we Stefan op. Hij is er. En ook al heeft hij 14 uur gevlogen, al de geur van je eigen man. I am disgusting. Nee. Vierde mijn verjaardag met een flink valse karaoke sessie. Let it go. Die gingen we samen naar Ocean Park. Oh my god, we krijgen nu echt een douche. Weet je, we hebben zoveel mooie dingen samen gedeeld de afgelopen 21 dagen. Jullie massale support tijdens mijn mini breakdown. Dankjewel daarvoor. Het waren 21 fantastische dagen. Ik heb er zo ontzettend van genoten. En ik heb begrepen, jullie ook vanuit jullie comments. Ik zou eventueel ook door willen gaan, want ik merk ook aan jullie reacties dat jullie dat heel leuk zouden vinden. Wanneer je dit ziet, vertrek ik over een paar dagen naar Thailand, naar Chiang Mai. Ik ga daar ook naar het dorpje Pai, naar Bangkok natuurlijk. En waarschijnlijk een of ander bounty island. Ik zou dat ook heel graag met je willen delen. Maar ik moet ook wel zeker weten dat jullie dat heel graag willen zien. Deze video's worden gemiddeld 3000 keer bekeken. Als op deze video 1500 duimpjes omhoog gaan, dat is de helft van de mensen die deze video kijkt, dan ga ik door met vloggen, want dan weet ik dat, weet je, dat we er allebei net zo achter staan en het net zo leuk vinden. Wil je dus dat ik dagelijks blijf vloggen op mijn reis, steek dan je duimpje omhoog en bij 1500 duimpjes omhoog ga ik gewoon verder en dan blijft dit niet een eenmalig experiment. Dankjewel dat je erbij was. Ik vond het echt fantastisch om dit samen met jullie mee te maken. Peace.